Preek van Monseigneur Marcel Lefebvre, gehouden in het seminarie van Écône op 4 april 1985 tijdens de Chrismamis over het gebruik van de heilige sacramenten, vertaald uit het Frans. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dierbare confraters, dierbare vrienden en broeders, over enkele ogenblikken zullen wij de heilige oliën gaan wijden. Uit het wijdingsgebed neem ik de woorden die mijns inziens essentieel zijn voor deze plechtigheid. In het wijdingsgebed van de olie der zieken, zegt de bisschop, zend Heer uw heilige geest in die olijfolie. En in de prachtige prefatie die bij gelegenheid van de wijding van het heilig chrisma door de bisschop wordt gezongen, zijn het dezelfde woorden en wordt dezelfde gedachte uitgedrukt als de bisschop het kruisteken maakt over het heilig chrisma. Moge God dat schepsel olie zegenen door zijn heilige geest te zenden, om het te vervullen met zijn genadebrengende kracht. Ik denk, zeer dierbare confraters, dat wij, vooral de priesters onder ons, en u, dierbare diakens, die over enkele maanden, als het God belieft, priesters zullen zijn, dat wij veel moeten nadenken over die heilige en schone werkelijkheid. Het was de wil van God ons de kracht van de Heilige Geest te schenken via het geschapene. Om ons met de Geest te vervullen, is Hij mens willen worden. God had een andere weg kunnen kiezen, maar Hij heeft van alle eeuwigheid besloten ons na de zonde van onze eerste ouders de Heilige Geest terug te schenken, waarmee de ziel van onze eerste ouders vervuld was. Daarom heeft Hij het vlees aangenomen, een natuur even zintuigelijk als de onze, en een ziel zoals de onze. Dat heeft grote gevolgen gehad voor onze heiliging. God heeft een moeder gekozen, een moeder die Hij met de Heilige Geest heeft vervuld. Ook koos Hij een pleegvader. Hij heeft zijn apostelen gekozen, die Hij tot priesters heeft gemaakt, dat wil zeggen, die Hij eveneens heeft gewijd in de kracht van de Heilige Geest, en waaraan Hij de macht heeft geschonken om zijn offer voort te zetten. En Hij heeft 7 sacramenten ingesteld, zintuigelijk waarneembare tekenen, waarin Hij de Heilige Geest heeft gestort. Al die tekenen, al die personen die Hij gekozen heeft, heeft Hij gewijd, gewild, vervuld van de Heilige Geest, opdat ze die kunnen doorgeven aan de zielen van de gelovigen die gedoopt en gevormd worden, die het boetesacrament ontvangen, het sacrament van de Heilige Eucharistie en de andere sacramenten. Dat is de waarheid, dat is de werkelijkheid en dus de geest van onze Heer Jezus Christus, de geest die het woord van God in zijn heilige kerk heeft willen uitstorten. Men heeft niet het recht om daar veranderingen in aan te brengen. God zelf heeft het zo vastgesteld voor altijd. Hij heeft dus priesters gekozen en voorwerpen en woorden die vol zijn van de Heilige Geest en die ons de Heilige Geest moeten meedelen. Waarom dat alles? Omdat God het zo heeft gewild. God kent ons,
Wij zijn wezens met zintuigen. Wij moeten de dingen die ons de Heilige Geest geven, om zo te zeggen, kunnen aanraken, zien, horen en zelfs voelen. Als wij bij doopsel, vormsel, heilig oliesel en priesterwijding met heilig olie worden gezalfd. En verder heeft hij zeker ook een grote nederigheid van ons willen vragen, heeft hij ons willen verootmoedigen. Wij zijn zondaars, wat ons in het verderf heeft gestort, is de hoogmoed. We moeten dan ook bekennen dat de door onze Heer Jezus Christus gekozen heiligingsmiddelen voor de menselijke natuur vernederend zijn. Wij hangen in zekere zin af van die stoffelijke elementen, van het water voor het doopsel, van de heilige oliën die over enkele ogenblikken worden gewijd, van het woord van de priester bij het sacrament van de biecht. Het is een diepe vernedering dat de goede God van ons vraagt onze zonden te gaan opbiechten aan een schepsel zoals wij, maar dan bekleed met zijn macht, met zijn heilige geest, om onze zonden uit te wissen. Al die gedachten van onze Heer zetten ons aan ons te vernederen. Nederig moet ook ons gedrag zijn als wij het sacrament van de Eucharistie willen ontvangen. Knielend moeten wij het lichaam van Jezus op de tong aannemen. Bij die onuitsprekelijke gave betuigen wij onze nederigheid, betuigen wij dat wij zondaars zijn. Dat is de geest van de katholieke kerk, de geest van onze Heer Jezus Christus. Zoals Jezus zich in zijn menselijke natuur heeft willen vernederen tot de dood op het kruis, zo heeft hij ook gewild dat de Heilige Geest op de dag van zijn doopsel op hem neerdaalde en ervan getuigde dat hij vervuld was van de Heilige Geest, dat hij de bron was van de Heilige Geest. Ook wij mogen nooit vergeten dat wij door de nederigheid vervuld worden met Gods Geest, dat Gods Geest ons daardoor geschonken wordt. Het is wel heel erg nodig ons dat voor de Geest te roepen, want zoals we vroeger al zagen, maar tegenwoordig nog sterker zien, de hoogmoedige, zelfvoldane mens is geneigd om de door onze Heer Jezus Christus gekozen middelen af te wijzen. Voor hem, mens met een geestelijke natuur, zijn die toch veel te vernederend. En zo hebben we die mens zien opstaan tegen de instellingen van onze Heer Jezus Christus, tegen de kerk, tegen de paus, tegen de bisschoppen, tegen de sacramenten. Zo werd het protestantisme een feit. Men heeft zich willen bevrijden van wat vernederend leek voor de menselijke natuur. Men heeft de Heilige Geest rechtstreeks willen ontvangen, zich rechtstreeks tot God willen wenden. Men is gaan menen dat God ons als geestelijke schepselen beschouwt en dat wij zijn geest dus rechtstreeks kunnen ontvangen, niet via die stoffelijke elementen en die ons vernederende personen. Maar zie, er steekt tegenwoordig nog een tweede hoogmoedsuiting van de menselijke geest de kop op. De charismatische of pinksterbeweging. Daar zien we dezelfde geest.
die bewegingen worden door dezelfde geest gedreven, als daarbij de sacramenten tot op zekere hoogte behouden blijven, dan worden ze nog maar als symbolen beschouwd. Die zijn minder vernederd zoals het eucharistische gemeenschaps- of maaltijdssymbool, of de biecht die verwort tot collectieve boeteviering. Zonde is een gemeenschapseuvel, een maatschappelijk kwaad. De persoonlijke zonde die gebiecht moet worden, wat de mens vernedert, heeft afgedaan. Worden de sacramenten symbolen, dan moeten we om de geest te ontvangen ons rechtstreeks wenden tot God, wat een hoogmoedsuiting is. Voor de zielzorg die we moeten verrichten, zou ik er nog iets aan toe willen voegen. Er zijn redenen om ons af te vragen of de wijze waarop de katholieke priesters het verlangen van onze Heer hebben opgevat, het te hulp roepen van de stoffelijke elementen, de ceremonieën, de riten, het heilig misoffer om zijn geest te verkrijgen, wel altijd juist was en goed werd toegepast, hadden zij en hebben wij soms niet de neiging om bij de riten te blijven staan bij het verrichten van de ceremonieën en min of meer te vergeten dat wat we doen en verrichten, wat we met ons meedragen, alles wat we zeggen, vol is van de Heilige Geest, vol van de Geest van God, vol van het licht van de Geest en het vuur van de liefde van de Geest. Onze godsdienst is echt één geestelijke godsdienst. Wij mogen, als we het zo mogen uitdrukken, niet blijven staan bij die ceremonieën en riten, en menen dat we onze plicht hebben gedaan door ze zonder meer formeel te voltrekken. Als we die riten uit sleur voltrekken, stellen we ons dan niet bloot aan het gevaar om de diepe zin en het heerlijke, bovennatuurlijke, buitengewone gevolg ervan te vergeten. Maar dan moet ik u, goede vrienden, in herinnering roepen waarom en met welk doel onze Heer Jezus Christus zijn kerk en zijn priesterschap heeft ingesteld. Onze Heer heeft priesters willen kiezen om hem te dienen, en de kerk vraagt om te bidden opdat die priesters in aantal toenemen, opdat het werk van de verlossing wordt volbracht. Wel, we moeten ons goed realiseren dat wij door God gekozen instrumenten zijn, dienaren van de Heilige Geest, in dienst van het werk der verlossing. Dat moeten wij steeds weer onze gelovigen inprenten, opdat ook zij begrip gaan krijgen voor de waardigheid van priesterschap en sacramenten, opdat zij eerbied krijgen voor al die stoffelijke dingen die God gekozen heeft om ons zijn geest in te storten. Mogen het doopwater geëerbiedigd en geëerd worden, mogen het heilig chrisma steeds worden bewaard op daarvoor passende plaatsen, die spreken van de eerbied voor die heilige olie, waarin zekere zin de Heilige Geest aanwezig is. Nog veel sterker geldt dat wij altijd een diepe eerbied moeten hebben voor de Heilige Eucharistie, de bron van de Heilige Geest.
laten wij priesters ook eerbied hebben voor onszelf, voor onze gewijde personen, die gewijd is door de handoplegging, waardoor wij de Heilige Geest ontvingen, die gewijd is door de heilige olie, die over onze handen vloeide. Wij moeten eerbied hebben voor de sacramenten, en door dat respect voor die uitingen van eerbied, moeten wij de gelovigen de grote waarde van de sacramenten doen begrijpen. Mogen ook zij in een gesteltenis van nederigheid, vertrouwen, hoop en liefde tot ons komen, om de sacramenten uit onze handen te ontvangen, opdat ook zij veranderd worden door het vuur van de Heilige Geest, het vuur van de liefde tot God. Zo moet onze priesterlijke taak zijn. De wijding van de heilige olie is voor ons wel een gelegenheid om ons voor de Geest te roepen, dat onze Heer en de Heilige Kerk die olie met heel veel zorg hebben uitgekozen, zodat we ze altijd met grote eerbied moeten gebruiken. Laten we de moeder van Jezus, die vervuld was van de Heilige Geest, vragen ons te helpen begrijpen dat ons priesterambt een echt geestelijk ambt is, waardoor de Heilige Geest, de Geest van God, wordt meegedeeld aan de zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, opdat ze in die Geest een nieuw leven krijgen en voorbereid worden voor het eeuwig leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.